In deze video ga ik je een heel toffe effect leren, waarbij je twee beelden in elkaar kunt morfen. Het is heel anders dan een cross dissolve, het is echt een morph. Ik ga je stap voor stap laten zien waar je op moet letten en hoe je dit effect zelf kan maken. Om te beginnen zit ik in Premiere Pro om de shots voor te bereiden die we straks gaan morfen. Nou, ik heb hier de vijf verschillende shots staan die ik wil gaan morfen in elkaar. En zoals je ziet zijn ze alle vijf een beetje verschillend. Dus ik wilde eigenlijk eerst voor zorgen dat alle vijf de shots redelijk hetzelfde zijn. En dat ga ik doen door de achtergrond van het shot, oftewel alles rondom mijn cameratas, dat ga ik hetzelfde houden. Dus ik ga alleen de binnenkant van de cameratas die ga ik morven. Nou hier zie je het eindresultaat en dan zie je dus dat alleen de binnenkant morft. De rest is gewoon helemaal hetzelfde. Ik heb ervoor gekozen om dit shot te gebruiken als clean slate, want alles rondom de tas is gewoon netjes, de spullen liggen er netjes bij en mijn hand is niet in beeld. Dus dit is het perfecte shot als achtergrond. Nou ga ik eventjes dit opzij zetten, ga ik deze kopiëren en dan ga ik gewoon even een willekeurig shot pakken en die zet ik er bovenop. Nou wat ga ik dan doen? Heel simpel, ik ga gewoon de binnenkant van de tas die ga ik even masken. Ga ik naar Effect Controls en dan naar Opacity en onder de Opacity pak ik het pennetje. Daarmee kan ik een mask maken. Dan ga ik enigszins netjes proberen zo de binnenkant, oh, dat is dus niet netjes, dan ga ik dit een beetje netjes proberen te masken. En wat er nou gebeurt is het volgende, als ik even de onderste laag uitzet dan zie je wat er gebeurt. Ik heb dus eigenlijk alleen van dit shot dit gedeelte uitgeknipt. Als ik dan de onderste laag weer aanzet dan zie je het eindresultaat. Dan zie je dus dat ik deze binnenkant van de cameratas op het andere shot heb gezet. Dus als ik nou de bovenste laag uitzet dan zie je wat eronder zit. Maar je ziet nou eigenlijk dat de mask niet helemaal netjes is. Dus hier zie je dat er een soort van uh, overloop in zit. Nou, dit moet je dus een beetje netjes gaan maken. Dat kan je dus op twee manieren doen. Je kan de mask een beetje aanpassen door bijvoorbeeld dit een beetje zo te verschuiven, dit een beetje aan te passen. Met het aanpassen van de mask kom ik er dus niet. Dus ik moet eigenlijk de positie een beetje gaan aanpassen. Dus ik ga hier naar die clip en ik ga een beetje spelen met de positie. Nou heb ik een klein beetje zo naar rechts gezet. En als ik dan de mask ga aanpassen, en ik zet hier bijvoorbeeld de mask een klein stukje naar links. Dan begint het al beter te worden, maar hij moet natuurlijk nog een klein beetje meer getweakt worden. Dit heb ik dus nog flink gefine-tuned voor het eindresultaat om het effect echt mooi te krijgen. Nou, hier zie je dus het eindresultaat. Dit is de eerste clip. Dit is de tweede clip. Nou, dit is de originele clip waarbij de binnenkant gewoon bij de buitenkant hoort. Hier zie je nog een clip en nog een clip. Nou, je ziet dus eigenlijk dat dankzij het feit dat ik een beetje heb zitten pielen met de mask en met de positie, dat het helemaal niet opvalt dat ik hier een mask gemaakt heb. Dus ja, dat ziet er gewoon uh, super netjes uit. Dus, dit is een mooie basis voor mij om dit Morph effect te maken. Nou, wat heb ik hierna gedaan? Ik heb eigenlijk alle clips gecoligrayed. En daarna heb ik gewoon screenshots gemaakt. Want ik heb die video niet nodig. Dus ik ga gewoon werken met screenshots en statische plaatjes. Nou, je maakt met dit knopje gewoon een screenshot. Dus ik heb screenshots gemaakt van alle vijf de varianten. En dat is wat je hier ziet op een rijtje. Dus deze vijf, dit zijn de screenshots. Als ik nou even deze vijf plaatjes kopieer zonder dat die morph-effecten erboven zitten, dan zal ik even de meest makkelijke manier laten zien om dit effect te maken. Nou, zowel in Premiere Pro als in Final Cut Pro zit er een standaard morph-effect, dus dat heet gewoon morph-cut. Die kun je heel mooi hier plaatsen als een transitie. Alleen het renderen hiervan duurt ontzettend lang. Er is geen tijdsbalk die aangeeft hoe lang het nog duurt. En daarnaast is het resultaat van deze morph-cut niet zo mooi. Maar ik heb gezien dat deze morph cut in Final Cut Pro wel gewoon mooi eruit ziet. Dus als je Final Cut gebruiker bent, dan is dit een mooie en makkelijke optie. Maar ja, ik ben dus een Adobe gebruiker en in Premiere Pro werkt het effect gewoon voor gemeter. Het ziet er niet uit, dus ik ga After Effects gebruiken om dit echt mooi te maken. Nou mensen, welkom in After Effects. Het is echt een enorm groot programma, maar goed, als je gewoon de stappen volgt, dan komt het wel goed. We beginnen even met het importeren van de footage. Dubbelklikken we hier. En dan pak ik even Morph 1 en Morph 2. Nou, voor het uiteindelijke effect heb ik natuurlijk Morph 1 tot en met 5 gedaan. Maar het is steeds een transitie tussen twee plaatjes. Dus ik doe even voor het voorbeeld gewoon Morph 1 en Morph 2. Import. En dan pak ik even het eerste plaatje. Die sleep ik naar beneden. En dan wordt er een composition gemaakt. Nou, dan pak ik het tweede plaatje, sleep ik eronder. En dan ga ik naar Composition. Composition settings. En hier pas ik de Duration aan naar 2 frames. Oké. Okay. En nu ga je wat doen met de twee verschillende plaatjes: het bovenste plaatje. Sleep je naar rechts, dan is die van 0 frames naar 1 frame. En het onderste plaatje sleep je naar rechts, dus dan is die van 1 frame naar 2 frames. Nou dat je dit hebt gedaan, maak je een precomposition van beide plaatjes. Dus selecteer ze allebei, rechtermuisknop, precompose. Nou, je kan je de naam invoeren, dat is allemaal prima. Deze instellingen zijn ook prima, dus ik klik op OK. En nou selecteer je precomp 1 en doe je Ctrl Alt, t en dan krijg je dus een time remap. Wat je nou gaat doen, is weer naar composition, composition settings. En hier ga je de duration aanpassen. Hier kan je dus een bepaalde lengte kiezen van de uiteindelijke transition die je wil maken. Nou, ik weet dat mijn transition 12 frames moet gaan zijn, dus ik vul hierin 12 frames. Klik op OK. En dan gaan we hier uitzoomen op de tijdlijn. En daar ga ik deze composition helemaal uittrekken naar rechts. Nu ga ik hier bij effects het time warp effect zoeken. En die sleep ik op de precomp. Dan krijg je hier allerlei instellingen die echt veel te moeilijk zijn. Maar eigenlijk het enige wat je moet aanpassen is de speed. Nou, dan ga je met de playhead helemaal naar rechts. En je gaat eigenlijk de speed aanpassen totdat je hier gewoon een beeldje ziet. Nou, is het zwart. En als je de speed gaat verlagen. Nou, nou staat hij op 10. En nu zie je dat ik hier beeld heb. En nou, met een speed van 10 zie je dat er nog best wel wat distortion in het beeld zit. Hij is eigenlijk nog aan het morven. Hier zie je dat het een beetje scheef is en hier is het scheef. Dus we gaan de speed aanpassen totdat het goed is. Als ik hem dus aanpas naar 9. Dan zie je dat het weer te veel is. Nou staat het nog schever. Dus eigenlijk moet ik nu met uh, halve decimalen gaan werken. Volgens mij in mijn geval was het 9,7 dat het precies goed was. En nu zie je dat hier de distortion weg is en hier ook. Dus ja, 9,7 is precies goed. En nu kun je ook gewoon mooi jouw morph effect zien. Ja, het is natuurlijk super kort, dus hij doet het een beetje raar. Maar geloof me, dit is gewoon goed. We gaan nu dit bestand exporteren. Dus we gaan naar File. Export en dan Add to Adobe Media Encoder Queue. Je kan niet vanuit After Effects zelf exporteren, dan moet je altijd via de media encoder doen. Nou heeft hij hier het bestand geopend. En als ik dan hier klik, dan kan ik de naam aanpassen en de locatie waar hij hem gaat opslaan. Dus doe ik hem even op uh, Desktop. Morph 1 is prima. Save. Nou, stel nou je wilt meerdere transities maken, dan kan je eerst in After Effects alles maken, dan alles hierin zetten en dan kan hij gewoon alles tegelijk exporteren. Maar goed, voor het voorbeeld heb ik er maar eentje nodig. Dus ik druk op Play en hij begint te exporteren. Nou, we zijn weer terug in Premiere Pro en ik heb hier de vier exports staan die ik net uit After Effects heb gehaald. Dus Morph 1 tot en met Morph 4. En deze kan ik eigenlijk gebruiken als een soort van transities. Dus als ik deze even open en ik pak alleen de videoclip. en die zet ik dan hierboven, bovenop de eerste en tweede Morph. Dan moet ik hem even mooi centreren. Dus ik pak even het midden. Met Alt en pijltje naar rechts doe ik hem één frame naar rechts. En nou zie je dat ik een super mooie Morph-transitie heb gemaakt. En deze ziet er gewoon seamless uit. Veel beter dan die standaard transitie die in Premiere Pro zit. Dan nou ga ik nog even de rest erop zetten dan laat ik nog iets leuks zien. Ga ik alles selecteren, rechtermuisknop en dan nest. Maak ik er één nest van en dan ga ik deze nested sequence ga ik animeren. Ga ik naar effect controls, zet ik een keyframe neer op scale. En dan aan het eind doe ik 120% bijvoorbeeld, keyframe naar het einde. En dan zie je dat hij van 100% naar 120% schaal gaat doen. Dus nu zoomt hij een klein beetje in. Dus nu heb je een toffe combinatie van die morph effecten en de zoom, wat het net ietsjes meer dynamisch maakt. Als je eenmaal weet hoe dit effect werkt, kun je hele toffe dingen ermee doen. Zo kun je bijvoorbeeld een foto van een mens transformeren in een dier. Zo heb ik ook inspiratie gehaald uit de video van DSLR Video Shooter. Hij laat bijvoorbeeld zien hoe je met een camera een sliderbeweging kan maken en dan iets kan laten morven. Super tof. En dat was het voor dit effect. Ik ben echt super benieuwd hoe jullie dit gaan toepassen in jullie video's en social media content. Dus als je iets hebt gemaakt, tag mij dan even of laat hier beneden een reactie achter. Vond je dit nou een toffe video? Laat dan een dikke like achter, zoals altijd. Vergeet niet te abonneren als je niks meer wilt missen. En dan zie ik jou in de volgende video. Later.